Oké, wat gaat hier gebeuren? Er is een van de fel licht en ja, dit was volgens mij de man die we net hebben gezien. Yo Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Skyward Sword video. We zijn in de tempel, daar bezit ik. Dit is deel 2 van de tempel. Als je het begin wil zien, check de vorige video. En dan gaan we nu hier naartoe, naar dit gebied. En we zien dat hier de aura van Zelda is, dus daar moeten we naartoe. Eerst moeten we eens even kijken wat we allemaal moeten doen hier in dit gedeelte. Wat gaat hier gebeuren? Ja, er zijn knijtenveel spinnetjes hier, jongen. En ga eens even weg met die spinnenkoppen allemaal. Ik zie wel dat ik hierop kan schieten. Dus laten we dat maar gelijk even doen. Bam. Oké, en nu? Wat gebeurt er nu? De deur daaronder is open. Oké, kan ik daar ook al naartoe? Ja, daar kan ik ook gelijk al naartoe. Dus dat is helemaal hartstikke mooi. En wat ligt hier? Wat is dit? Dit is een skelet, hè? Dit is een skelet. Oh jee, oh nee. Oh, oké, deze deur is denk ik een beetje gevaarlijk. Hier. Ik ga hem poken. Oké, poken werkt niet. Wat moet ik doen? Kan ik hem nu wel poken? Nee, moet ik hem zo slaan? Oh, dat werkt wel, toch? Nee, gewoon even rustig aan vechten, Rick. Rustig aan vechten. Gewoon dit blijven doen. En op een gegeven moment... Op een gegeven moment buigt hij. Ja, kijk. Het wordt al minder. Lekker. Oké, doei. Nou, dat viel eigenlijk best mee. Lekker hoor. Toppie. En kijk, gelijk een kistie. Dat is heerlijk, dat is heerlijk. Wat zit er in dit kistie dan? Ik denk een kompas. Meestal krijg je ook nog een kompas. Het is een kever. Het laat zich besturen terwijl door de lucht vliegt. Richt de cursor op een bestemming en druk op ZR om de kever weg te sturen. Oké, cool, maar wat doet de kever dan precies? Nou, het kan vliegen. En we kunnen het zelf besturen. Dat klinkt best leuk. Oké. Stel, ik wil het nu gebruiken, dan kan dat. Eens even kijken, waar gaan we dat op afsturen? Nou, bijvoorbeeld door dat gat heen dan. We kunnen het lanceren. Dan kunnen we zo sturen. Kunnen we bijvoorbeeld zo een hartje pakken. Oh, wat grappig hoor. Oh, we moeten wel oppassen. Oké, kunnen we bijvoorbeeld ook hier een muntje pakken, een roepie. Roepie de poepie. Oh, oké. We moeten alleen zorgen dat het niet kapot gaat. Oh, blijkbaar moeten we nu ook iets doen, want de deur zit hier op slot. Kan de kever misschien dit doorsnijden als die hier tegenaan vliegt? Ja, oké. Daar vliegt dan een veetje uit, maar daar hebben we nu niet heel veel aan. Oh, kijk. We moeten de kever denk ik hier tegenaan doen. Zo, dan is nu de deur weer open. Oké, thanks voor je hulp, kever. What's next? Zit hier boven niet toevallig ook een... Wacht even, ik denk dat we de... Ja, ik denk echt dat we de kever misschien daarin moeten gaan sturen. Daar. Let's go, kever. Oh, wacht even. Vijanden. Oh. Maar hij moet wel daarheen. Sowieso. Misschien via deze kant. Misschien is hier geen vijand. Ja, hier is ook een vijand. Dan moeten we proberen echt goed er langs te sturen. Dat lukt. Kijk. Ja, en dan daar tegenaan. Deurtje is open. Ik hou wel van dit soort Zelda-games hoor. Waarin er gewoon supergrote tempels zijn en zo. Wat is dit? Wat is hier gaande? Waarom is dit allemaal kapot? Er is hier in ieder geval nog een deurtje. Ga even achter me kijken. Kijk, en dan zie je toch... Dat daar ook weer iets is, hè. Daar moeten we ook weer tegenaan vliegen. Oh, zo, rustig. Ja, we kunnen spinnenwebje kapot maken blijkbaar. En dan hier tegenaan. Zo. En wat gebeurt er nu? Ah, het water gaat omhoog. Dat was denk ik wel de bedoeling. We kunnen nog eerst even rechtdoor hier. Kunnen we even kijken wat hier is. Kijk, ook weer een kist. En natuurlijk gaat de deur achter me weer dicht. Potverdorie. Oh, snap. Oké, wacht, rustig. Ah, jongen, ik heb het niet gezien. Ik had je helemaal niet gezien, jongen. Oké, hoe maak ik jou kapot? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dit? Ren, ga weg. Kom los. Oh, zo. Ja, zo. En dan... Oh, wacht. Nee. Los. Oké, zo. En dan nu de genadeslag. Godverdorie, waarom lukt het me niet? Ik heb echt moeite met die genadeslag, jongens, nog steeds. Voor de rest is het niet zo moeilijk. Maar die genadeslag wel. Oh, maar ik heb hem blijkbaar. Het is blijkbaar gelukt. Ik liep gewoon rustig daar naar die oogjes toe, jongen. Ik denk, we gaan weer dit spelletje spelen, toch? Moet wel precies op de juiste plek staan. Of moet ik deze even één voor één kapot maken? Nou, laten we dan eerst maar even deze kistjes kapot maken. Dat is één. Oké, we moeten iets met die kisten gaan doen. Die moeten we even naar beneden duwen. Hopen dat hier dan even een hartje of zo in zit. Kijk, dat is top. Duwen we deze even naar de juiste plek. Waarschijnlijk precies naar het midden. Oké, volg mijn zwaardje.
Volg mijn zwaardje. Nee, het gaat nog niet goed. Het gaat nog niet goed. We moeten hem denk ik verder naar voren duwen. Oké, volg mijn zwaard. Volg mijn zwaard. Ja! Het is wel leuk verzonnen. En dan de volgende kistie. Hopelijk zit hier weer iets goeds in. Denk dan toch nu misschien het kompas? Of is er geen kompas in deze game? Is het een sleutel? Het is weer een sleutel. Goed, die gaan we sowieso nodig hebben. Dus dat is helemaal top. En dan gaan we weer terug. Moeten we boven langs via het water. Er alleen hier nog even een spin in de weg. Jongen, ik heb geen zin in jou. Ik heb geen zin in jou, zeg ik toch. Oh. Oké, maak hem kapot. Maak hem kapot. Het is zo... Waarom lukt dit nou niet? Wat is er nou zo moeilijk aan? Elke keer dan zet ik hem gewoon weer terug. Hier, zo. En dan... Ja, poging 690. Wel een beetje zonde van de hartjes, want het is gewoon niet nodig dat ik daar ben dood ga. Kijk, we kunnen wel deze bomen even zo slaan, maar er zitten roepies in meestal. Mensen van hartjes volgens mij. Back to the main room. Hoeveel kamers zijn hier nog? Moeten nog de kamer rechts? Daar hadden we dus de sleutel voor nodig. Oeh, en dan kunnen we misschien richting Zelda. Oh, nice. Hier ook nog een kist. En daarmee kan ik misschien... Ah, ik dacht mijn leven aanvullen, maar er zit een rood dingetje in. Een rode roepie. Hier is wel een dingetje. Zo, hoppakee. Genadeslag dan. Nee, weer niet. Als jij nou eens niet zo lastig doet, jongen. Even kijken, hier is een deur, daar kunnen we sowieso niet doorheen, zo te zien. Maar ja, er zijn wel overal van deze deurtjes en zo, en gangetjes. We kunnen wel gewoon kijken wat hier zit. Hier zit helemaal niks, zo te zien. Nou, hier zitten vooral paddenstoelen. Ik denk niet dat ik hier heel makkelijk doorheen ga komen. En een blauwe roepie, en nog een blauwe roepie. Dat is in ieder geval money. Oké, maar laten we hier naartoe gaan. Ik zie hier wel van alles. Ja, ik wou net zeggen... Denk maar niet dat ik jou niet zie, jongen. Kan ik jou met mijn kever slopen? Oh man, maar hoe ga ik dit doen dan? Hoe kom ik hier aan de overkant? Oh, ik kan hem wel lokken. Dat is oké. Oké, kom maar. Lekker. Maar dat is er maar één. Hoe ga ik die andere kapot maken dan? Oh, oké. Ja, lekker. Dan moet ik hier wel gewoon naar beneden springen. Oh, er staat er één. Nog één. Be gone. Oh, oké. Dit is echt super makkelijk te slopen door gewoon alleen te poken. Maar oké, ik heb er nu twee kapot gemaakt. Die achterste. Oké, dan moet ik heel snel lopen. Want ze zijn nu verdoofd. Maar dat red ik nooit. Dat red ik nooit. Ah! Ik moet natuurlijk niet op die planten zelf. Ik moet hun dingen doorsnijden. Net alsof ik spinnenwebben doorsnij. Zo doen we dit. Aha. Oké. Ik dacht weer te moeilijk. Deurtje openmaken met de sleutel. En gaan. Oké, en er wordt weer een deur achter mij dichtgedaan. Tuurlijk, joh. Tuurlijk. Oh, wow. Wat is dat? Wat is dit? Wat loopt daar? Is het een draak of zo? Oké. Een van hun hoofden is leeggehaald. Nu zijn alle hoofden kapot. En... dat was hem al. Ik denk elke keer dat ik met dik epische vijanden te maken heb. Maar ik vind die spin nog het moeilijkst. Naar de volgende stukkie. Oh, en komen we dan nu in de buurt van Zelda, jongens. Het zou zomaar kunnen. Eerst nog even deze duur. Oh, nee. Ah, maar die slaat me dan gelijk kapot. Als ik heel even niet oplet, slaat hij me gelijk kapot, joh. Als mijn conditie even weg is, dan is het gewoon over en vaarwel. Nou, dan gaan we nu toch maar het hartje pakken hier zo. Maar die gasten, die maken je dan echt in één keer kapot, jongen. Die blijven dan slaan, dan kan je niet wegkomen omdat je zo traag bent. Omdat je uithoudingsvermogen natuurlijk op is. Als jullie trouwens denken, Rick, wat zweet je? Dat komt omdat ik op zolder zit en het al hier ongeveer 40 graden is. Dus we zitten gewoon een 40 graden video voor jullie te maken, jongens. Ah, wat ik al niet voor jullie over heb, hè. En daarom zweet ik een beetje. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Oh, maar wacht even, hè. Dan kunnen we deze spinnen natuurlijk ook gewoon veel makkelijker slopen door gewoon hun draadje door te vliegen. Doei, spin! Oké, wat hebben we hier dan? We hebben hier in ieder geval dit. Daar kunnen we tegenaan vliegen. Dan gaat die deur links van mij open. En dat is de weg terug. Dan gaan we daar even een hartje pakken. Zo.
En dan hier beneden ligt weer een kistje. Kan ik met mijn kever... Oh ja, dan kan ik ook die dingen mee pakken. Nice. En hier hoeven we dus niet naartoe. Oh, daar zit een kwart hartje. Oké, hoe kom ik bij het kwart hartje? Moet ik daarvoor misschien alle enemies slopen hier? In deze kamer. Au joh. Stom beest. Ga weg. Oh man, ik zit het weer te verpesten gewoon hier. Poot hem gewoon. Oké, nog twee hartjes over. Zou ik er misschien met die kever doorheen kunnen vliegen door die tralies? Dat zou natuurlijk helemaal chill zijn. Ik denk niet dat het zo simpel is. Ik denk niet dat dat gaat werken. Ik denk niet dat wij met deze kever eventjes hier door die tralies vliegen. Nee, laten we even goed kijken. Zit hier ergens iets? Een plekje waar die in kan? Wat staat boven dan helemaal? Oké. Alleen moet hij er vanaf de andere kant in zo te zien. Vlieg, 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 vlieg. Lekker. Hit hem. Hit hem. Ja, is dit dan... Ik denk dat dit het moet zijn. Ik bedoel, wat zou het anders moeten zijn? Ja, nice. Dit is volgens mij mijn eerste kwart hartje in de game. Als je dus 4 van deze kwartjes hebt, dan heb je weer een extra hartje. Dus we moeten er nog 3 van deze vinden. Maar laten we nu eerst verder gaan met de tempel. Want wij waren hier gebleven. Wij gaan eens even deze liaan naar beneden halen. Dan gaan we even kijken of we deze guy ook kunnen raken hoor. Want wat sta jij daar te doen, vriend? Zit je nou gewoon weg te rennen? Ja, ga je dit doen? Ga je nou echt mijn kant op? Ja, ik beuk je eraf hè, met mijn superkever. En dan kunnen wij naar de overkant. En daarachter is de aura van Zelda, jongens. Oftewel, dit wordt spannend. Wat gaan we hier... Oh, wacht even. Wat gaan we hier doen? Daar is nog een hartje in ieder geval. Die hebben we niet nodig trouwens. Hier is een kistje. Die gaan we ook even openmaken. 20 rupees. Even kijken wat hier aan de overkant is. 2 hartjes. Nee, die hebben we niet nodig op dit moment. Ja, het mag duidelijk zijn dat hier de baas gaat plaatsvinden. Ik ben wel benieuwd. Even kijken. Hoe kom ik bij die liaan? Deze kunnen we doorsnijden. Moeten we er alleen even recht voor staan? Ja, zo. Oké. Dan moeten we nu daar naartoe. Oké, go. Ja, en jump. Oké, top. Al die moeite die we doen voor de kistje, jongen. Beter zit er wat goeds in. Ik loop niet voor niks over deze ingewikkelde takken. Ja, dan kunnen we vanaf hier naar die liaan springen. Oké. En dan moeten we wel even precies goed. Zo. Ja, dit is precies goed. Top. 1 keer zwaaien. En springen. Oké, gelukkig mogen we hier weer beginnen. Mijn laatste zwaai was te zwak, jongens. Ik ga nu gewoon een keer extra zwaaien, hè. Gewoon voor de zekerheid. Ja, ik heb hem. Oké, cool. Springen. Top. Wat zit hierin, jongens? Wat is dit voor geheimpie? Het is een gouden sculptuur. Ah, deze hebben we nodig. Dit is een soort van de sleutel die we nodig hebben aan het einde om de laatste deur open te maken. Want als je goed hebt opgelet net, dan zag je al dat deze vorm op de deur stond waar ik nu naartoe ga. Kijk maar hier naar de overkant. Daar moeten we dus dat ding in stoppen. Dus we moesten dit wel doen. Ik dacht dat het misschien zo simpel was om die beweging te maken met mijn zwaard of zo. En dat we dan erin mochten. Maar nee, we hebben dit ding nodig. Ja, en dan is het nu denk ik tijd voor de baas van dit kasteel. Van deze tempel. Doe even die duimpjes omhoog, jongens, voor de support. Kijk of we 1000 duimpjes kunnen halen. Dat zou super vet zijn. En dan gaan we dit ding hierin gooien. Tenminste, dan moeten we hem nog even goed positioneren, zo te zien. Ik dacht dat het spel dat wel zelf zou doen, maar nee. En dan nog een beetje draaien. Ja, oké. Lekker. Zo moet hij erin. Wat een mooi sleuteltje. Ik heb niet vaak zo zulke sleutels gezien. Let's go inside! Spannend! Oké, wat gaat hier gebeuren? Het is een van de fel licht en ja, dit was volgens mij de man die we net hebben gezien. En hij lijkt boos. Hij lijkt heel boos. Hij heeft ook best wel een apart zwaardje die nu in één keer weg is. Hij zegt, kijk eens wie we daar hebben. Ik dacht dat mijn tornado je wel aan stukken zou rijden. Dus ik ben verrast dat je hier nu leeft en wel voor me staat. Je bent niet eens een oor kwijt. Nee, ja, dat klopt. Ik heb beide oren nog, vriend. Niet dat het hem uitmaakt of je nog in leven bent of niet. Ik ben hier voor dat meisje. Ik voel haar aanwezigheid achter deze deur.
We hebben haar excellentie van haar takje in de lucht geplukt. En nu is ze van ons. Noem je haar vogel nou een takje? Wie denk je wel niet dat je bent, jongen? Ik heb me nog niet eens voorgesteld, zegt hij. Daar moet ik gauw iets aan doen. Ik ben de demonenvorst die over de aarde heerst waar jij nu op staat. Het land dat jij het oppervlak noemt. Mijn naam is Jirahim. Eerlijk gezegd heb ik liever dat je me met mijn titel aanspreekt. Demonenvorst Jirahim. Maar als je mijn naam onthoudt, dan ben ik ook al tevreden. Nou, ik ga hem gelijk vergeten, vriend. Jij doet er niet toe. Wie denk je dat je bent, jongen? Gaan we battelen tegen deze guy? Gaan we nu al battelen tegen Jirahim? Ja, hij ziet het ook niet zitten. Hij zegt, ah, jongetje toch, doe dat nou niet, joh. Hey. Ik weet ook niet of dat slim is, hoor, nu. Maar dat meisje had al lang in onze handen moeten zijn, zegt hij. Ja, nou, lekker voor je. En het meisje werd er hun ontnomen door de dienaar van de godin. Heb je enig idee wat dat met mijn gevoelens deed? Ik heb geen idee, Jirahim. Hij was razend, woedend, misselijk van woede. Toen dat gebeurde, kreeg ik sterk de drang om ergens op af te reageren om bloed te vergieten. Laat je mij wel even met rust? Ik maak je kapot, hè, Jirahim. Hij zegt maar, het is niet helemaal eerlijk als ik me zou afreageren op iemand als jij. Daarom beloof ik je plechtig dat ik je niet zal vermoorden. Op mijn erewoord, ik zal zorgen dat er nog een flintertje van leven over is als ik klaar ben met mijn afranseling. Ik denk niet dat ik hem aan kan, maar ik denk dat we het toch moeten gaan proberen. Jirahim, be gone, ga weg. Oh shit, oké, hoe gaan we dit doen? Gaan we hakken? Ja, we gaan hakken. Oké, wacht. Oh, hij heeft mijn zwaard! Hij heeft mijn zwaard! Kan ik hem aanrijden met mijn beetle? Nee, dat gaat niet. Ik heb verder nog een slingshot. Ik heb niet het gevoel dat ik je met mijn slingshot zou kunnen... Oh, hij gaat ze met mijn zwaard gooien. Oké. Hij gaat mijn zwaard gooien en dan kan ik hem terugpakken. Kom dan, ik heb je wel door. Ik heb je wel door. Gooi dan. Top, dankjewel. Hoppakee, hebben we mijn zwaardje weer. Nu ga ik je pakken, vriend. Lekker voor je. Ga je slapen? Oké, nu niet meer. Oké, je mag hem weer even hebben. Je mag mijn zwaard weer lenen. Je mag hem lenen. Veel plezier ermee. Of niet? Ik wou hem je lenen, maar als je hem niet dan hoeft het niet, hè? Hier, kom dan. Met je lelijke hand. Ik denk dat het wel de bedoeling is dat hij hem af gaat pakken op een gegeven moment, toch? Wat ben je aan het doen, joh? Oh, kijk, ik had hem weer. Ik denk dat ik hem op een manier moet raken die logisch zou moeten zijn, maar die ik niet helemaal snap. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als ik je poot? Oké, en dan weert hij het af. Nee, nog een keer. Oké, dan weert hij het weer af. Oké, dan zo. Kom dan. Waarom sla ik door hem heen? Ik weet niet, maar... Je mag mijn zwaard ook lenen, hoor. Ik bedoel, als je het toch misgooit, dan weet je. Moet ik de kracht van de godin even oproepen? Is dit het? En dan... Oké, nee. Dat ook niet? Oké, je pakt mijn zwaard dan. Ik ga wel wat proberen of zo. Oké. Dus als ik mijn zwaard zo naar rechts hou... Moet ik hem eigenlijk zo vanaf links slaan? Dit was dus verkeerd. Dus ik hou mijn zwaard hier rechts. En dan moet ik hem vanaf de linkerkant eigenlijk proberen te slaan. Dus ik kan ook bijvoorbeeld van boven. En dan moet ik hem vanaf de onderkant proberen te slaan. Van onder en dan moet ik hem dus van boven proberen te slaan. Ja, nice. Onder, los en dan van boven naar beneden. En helaas, ook weer fout. Onder, potverdorie, en dan van boven naar beneden. Ik doe het wel andersom. Anders, hier boven. Boven, en dan doen we van onder naar beneden. Zo, lekker. Hoe vaak moet ik je raken? Nu snap ik het. Ben je nou nog niet klaar? Oké. Hij ligt zijn tol tussen zijn lippen. Oh, nu pakt hij zijn eigen zwaardje opeens. Oké, ik denk dat het nu iets gevaarlijker wordt. Mag ik jou raken? Lekker! Oké, top! Auw, dat is nergens voor nodig. Waarom kon ik jou net niet raken? Kan ik hem weer raken? Oké, rustig. Kan ik je niet raken? Godverdorie, waarom nou kan ik je niet raken? Kijk, als ik één voor achter mij, dan kan ik hem raken. Top! Dash? Dan kan ik hem nu waarschijnlijk niet raken. Nee. Kan ik hem alleen raken als hij teleport? Dus nu inderdaad.
Oh, wacht, wacht, wacht. Even weg, even weg. Top. Waar ben je, vriend? Ik zie je niet meer. Oh, nee. Auw, oké, ik meende het niet. Ik meende het niet. Ik wist niet dat je boos werd. Ik wist niet dat je boos werd. Ja, kom maar. Lekker. Ik heb geen idee hoe ver die is. Oh, dashje. Auw, ik zeg toch dashje mee. Oké, pak anders even een... een potje, zou ik zeggen. Maar ondertussen stond hij alweer achter me. Rennen, rennen, rennen. Waar is die? Ik zie hem niet meer. Oké, hij gaat weer dingen gooien. Jammer voor je. Nu gaat hij weer op mij afkomen. Jongen, wat was dat voor een zieke dash? Ik vind jou niet cool. Lekker. Oké, dat was een goeie. We staan gelukkig op potjes. En weg, dashen, top. Oh nee. Oh, lekker. Ben je nu boos? Ga je nu weg? Laat jezelf dan nu met rust? Hij zegt, je biedt meer weerstand dan ik had verwacht van zo'n koddig kindje. Maar prijs jezelf niet te gelukkig. Je hebt je leven enkel aan dat zwaard van je te danken. Maar ja, het is dan ook wel een basiswaard. Ik ben bang dat ik veel te lang met je heb gespeeld. De aanwezigheid van het meisje is bijna geheel vervaagd. Dus ik heb geen reden om hier te blijven. Jiraiya zegt vaarwel, hemelkind. Deze keer laat ik je gaan. Ga maar fijn ergens zonder mij spelen. En niet achter me aankomen, anders ga je dood. Zo. Hallo, ik weet... Doe eens even rustig. Dit is gewoon een Nintendo-spelletje, hè? Met je anders ga je dood. Maar Zelda, die is hem gewoon gepeerd, joh. Die is er vandoor. En we krijgen wel een volledig extra hartje. Ja, dat is lekker. Als je een tempeltje uitspeelt, krijg je een hartje erbij. En laten we die dan gelijk maar even oppakken. Lekker. En dan gaan we snel naar buiten. Want ik weet niet hoe het met Link zit. Maar ik heb het hier knijterwarm. Dus ik ga er zo langzamerhand even een eind aan breien. Ik ben wel benieuwd wat er nog gaat gebeuren natuurlijk. En hier, ja, hier. Ik kan me voorstellen dat Zelda hier wilde chillen. Want dit is best wel een mooi gebiedje zo te zien. Laten we daar snel even naartoe gaan. Oh, dan moeten we natuurlijk dat ding. Ja, ik snap het al. Deze moeten we eventjes strakjes gaan slaan. Met ons zwaardje zo, op deze manier. En krijgen we dan weer zo'n stuk, zo'n blok die we dan in Skyloft weer in het gigantische beeld van de godin kunnen plaatsen. Want daar hebben we natuurlijk al één zo'n ding geplaatst. En dan kunnen we door naar de volgende wereld. Ja, ik denk het wel. Fi komt er alweer aan. Die zegt, meester, ik heb een bericht dat geschreven is in de taal van de oude goden. Sta mij toe het om u te vertalen. Luister goed, u die zich aan uw taak van de godin wijdt. Ik zal u voortaan bijstaan over het land en door de tijd. Een priesteres is met een val uit de wolken een reis begonnen, waarvoor ze zichzelf zuiveren zal in twee heilige bronnen. Na de bron der bezinning leidt haar reis verder naar de plaats waar ze de andere vindt, locatie van de bron der aarde. Dus dit was de bron der bezinning, hier is Zelda geweest en nu gaat ze naar de bron der aarde en daar moeten wij ook naartoe. En die is in het land Eldin, waar de aarde brandt. En daar moeten we dus naartoe. Ja, het is helemaal duidelijk. En eens even kijken. Ja, kijk, hier is inderdaad weer zo'n tablet. En volgens mij zijn er hier dus vier van. En we hebben er nu al twee te pakken. Dit is het robijnfragment. Vi vraagt zich af hoe Zelda eigenlijk naar Eldin is gegaan. En wij moeten nu even naar Skyloft om dit fragment daar op de lichtzaal te plaatsen. En daar is mijn maat weer hoor, mijn grootste maat. Machi. We hebben het meisje helaas nog niet gevonden, Machi. Maar hij is zo blij dat wij zijn Kikwi-vrienden allemaal hebben gevonden. En we gaan Zelda ook vastvinden, zegt hij. Ja, tuurlijk, vriend. Dat gaat ons vast wel lukken. En dat was hem weer voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we weer naar een nieuw gebied, een nieuwe tempel. Ik heb er zin in. En als jij er ook zin in hebt, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. Zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!